Meneer, wat is u nou net overkomen met die stroomkasten? Nou, wij komen nu de nieuwe oude haven binnenvaren en we meren hier af. En we willen graag een beetje stroom hebben voor het weekend. En we hadden er een stekkertje in gedouwd en geen stroom. Toen hebben we de havendienst gebeld. Daar heb ik een telefoonnummer van gekregen. En die heb ik gebeld en die mevrouw wist eerst niet waar ik stond. Die had het over Rotterdam. En toen was het over stickers, maar hier staan geen stickers op. Maar nu blijkt dat er nog geen stroom op de kaartje staat. Dus wij kunnen nog geen stroom nemen. Nou, ik neem toch aan dat deze stijgertje al een lekker tijdje staan. Dan is het toch een kleine moeite om er een beetje stroom aan te leggen. Dus dat valt me toch wel een beetje tegen. Nou moeten we het hele weekend de motor laten draaien. Tot maandagmorgen. En dat is allemaal uitlaatgassen. Dus daar ben ik wel een beetje teleurgesteld in. En bent u niet bang dat u nou bekeurd gaat worden? Ja, misschien wel, omdat de motor misschien draait. Maar ik heb nog net geen bord zien staan. Dus we zullen toch de motor moeten laten draaien. Ik vind het jammer voor de mensen die hier wonen. Maar dat is toch maar... Het zal toch moeten. Ja. Wat vindt u nou van het personeel wat daar werkt? Ja, daar kan ik eigenlijk niks van zeggen, want ik weet niet wie zijn schuld of dit is. Maar die mevrouw zei, de gemeente Amsterdam die moet eerst toestemming geven om de stroom aan te leggen en dan gaan wij dat doen. Dus ik denk toch wel dat het aan de havendienst Amsterdam ligt. Voor de binnenvaart een verandering. Wij zouden graag zien dat de gemeente Amsterdam een parkeervergunning zou regelen voor de binnenschipper. Dat de binnenschipper overal in het Amsterdamse havengebied zijn auto zou kunnen parkeren. Net zoals in het Rotterdamse havengebied met een parkeervergunning die je in één keer kan betalen. En dat je niet als een dief in de nacht je parkeren aan moet zetten, uit moet zetten. Niet als je het vergeet dat je een grote bekeuring hebt. Zou onze hele grote wens zijn dat dat goed zou overkomen voor de binnenvaart. En een beetje parkeerplaatsen bij stijgers, onder andere Nieuwe Houthaven, geen parkeerplaats te vinden. Zou heel handig zijn als er dan parkeerplaatsen zijn met een parkeervergunning, dat je gewoon één keer betaalt en dat je dan de kous af is. Dat je overal kan parkeren in de havens.